Hey kijkers, het Kraaltzaars, welkom bij even een nieuwe aflevering waarin ik jullie een beetje uitleg hoe je nou eigenlijk straks de server joint. Zoals jullie onderhand waarschijnlijk al weten, gaan we vanavond om 6:30 lekker livestreamen en dan gaan we het pretpark opengooien, zodat jullie er allemaal in kunnen. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat jullie allemaal de server kunnen joinen en dat jullie allemaal de resource pack hebben. Nou, de server joinen is niet zo moeilijk. Je gaat gewoon, wacht even, laat ik zo wel eventjes zien. En de resource pack, dat ligt iets ingewikkelder. Maar goed, ik zal jullie eventjes laten zien hoe dat werkt. Goed, er zijn twee manieren hoe je dit kunt aanpakken. Je gaat sowieso naar multiplayer en je klikt op add server. Dan, nou, die kun je noemen wat je wil. Bijvoorbeeld ILW server, zo. En het IP is play.itslarsworld.nl. Er zijn er twee dingen die je kunt doen. Je kunt hem op de server resource packs, kun je hierop enabled zetten. In het Nederlands iets van toegestaan zal het waarschijnlijk zijn. Of op disabled. Prompt zou ik niet doen. Gewoon enabled of disabled. Ik zal eerst dus de enable laten zien. Als je dan op done klikt, heb je hier een server. En als je die joint, dan kun je hier. Nou, dit is de lobby dus. Die is al open. Daar kun je in principe kun je dan nu al op als je wil. Dus op het moment dat deze video online is, is deze gewoon open. Dus de afgelopen paar dagen is die open geweest. Vanavond kun je met dit menu via dit kaartje naar Pretpark toe. Nee, die server, daar mogen mensen nog niet naartoe. Dus die is nog dicht. Maar ik kan er wel heen. En zoals je ziet, laat hij de resource pack nu nog niet. Dan komt omdat er nog een paar dingetjes aan de resource pack moeten aanpassen. Maar vanavond, als je dit doet, dan zul je nu zo'n laadding in je beeld krijgen. En dan zal hier bij server, zal hier een resource pack staan. Dus dit is optie 1. En daar heb je de resource pack. Voor mensen die niet zo'n goede computer hebben, of mensen die gewoon wat meer zekerheid willen, dat is iets dat kan ook handig zijn. Dan doe je hetzelfde, maak je die server, alleen dan zet je hem op disabled. Dan wat je dan doet, dan gaan we eventjes uit full screen. 3, 2, 1. Wow, oké, we zijn uit full screen. Je ziet hier in ieder geval, dus dit is het IP hier, play.itslarsworld.nl en dan server resource packs disabled. En wat je dan moet doen, dan ga je eerst naar internet toe. Ik heb hem hier staan. Zo, ik pak hem er eventjes bij hoor. Zo, Google hier. En dan ga je naar dit linkje toe. http://www.itslarsworld.nl slash, en dan moet ik het even goed hebben, ILW underscore en dan 21-6-2018.zip. Zo, en dan kun je hier, kom je hierop en dan krijg je een bestand dat je kunt downloaden. Dit linkje wat hier staat zal ik ook in de beschrijving zetten, zodat je daar gewoon op kunt klikken. En wat je met dit bestand moet doen, moet je bestand opslaan. Het ligt een beetje aan je browsers, maar anders dan zal die gewoon bij je download zal die erbij staan. Dan ga je naar je verkenner toe en dan typ je hierin %appdata%/.minecraft. Zo. En dan zit je hierin, klik je op resource packs. En dan dit ding wat je hier hebt, deze hier, die sleep je naar dit mapje toe. Zo. En dan staat hij er hierin. Als je dan naar Minecraft gaat en je joint de server. Zo. Dan zul je zien dat op het moment dat ik nu naar het pretpark ga. Oh, slash server pretpark 1. Zo. Dan zul je zien dat ik hier nu, als ik eventjes wacht, zo, als ik naar resource packs ga, dan zie je dat hij hier, staat hij erbij, kun je hierop klikken en dan heb jij de resource pack. Dan gaat hij die gewoon inladen. En als je dit van tevoren doet, voordat je de server joint alvast, dan heb je geen enkele last van resource pack delay of lag. En toch heb je gewoon de resource pack en dan zie je de karretjes van de achtbanen. Dus zo doe je dat. Mocht je vragen hebben hierover, ga dan eventjes snel naar mijn Discord en stuur mij een berichtje. Of stuur een van de developers een berichtje. Die kunnen je er gewoon mee helpen. Het is niet moeilijk. Dus hopelijk hebben jullie net zoveel zin in vanavond als ik. Ik hoop echt dat jullie er allemaal bij zijn. Want het gaat echt ongelooflijk gezellig worden als het goed is. Ik wil jullie wel vast waarschuwen. De server die zal niet heel veel aankunnen. Omdat de server, we hebben nou eenmaal niet zo'n hele sterke server. Op dit moment werken we aan betere servers voor het pretpark. En ja, dat wordt op dit moment, zijn we daarmee bezig. Maar de server vanavond die zal niet veel aankunnen. Zo, ik schat ongeveer 50 mensen maximaal. Maar ik denk dat we tussen de stream door, Ramon, ga uit mijn beeld, idioot. Ik denk dat we tussen de stream door wel eventjes de server dan leeg maken. Zodat er nieuwe mensen erop kunnen. En komende week, dus vanaf vandaag vrijdag tot en met volgende week vrijdag, zal de server tussen 7 uur en 8 uur 's avonds iedere dag open zijn. Zodat iedereen een kans heeft om lekker online te komen. En om
Ja, om lekker gewoon in achtbanen te gaan. Dus ik zou zeggen, hebben jullie net zoveel zin in als ik? Ik heb er in ieder geval ongelooflijk veel zin in. Hopelijk jullie ook. En dan hoop ik dat ik tegen jullie allemaal kan zeggen, tot vanavond.